Ik ben directeur van het museum. Weten jullie wie dat is? Ja! Jullie denken dat zij... Hij is van televisie, hè? Ja! Ja. Maar wisten jullie ook dat ze mijn baas is? Nee! Dat valt mee, hoor. Nee, dat valt er helemaal niet mee. Even kijken, hoor. Springstok, speeldoos, de hoepel... Nou, het is een beetje logisch. Je gaat het natuurlijk met jullie hebben over spelletjes. En als we het dan hebben over spelletjes, dan maken we ook wat. Want wat is voor zo'n museum verschrikkelijk belangrijk? Kunst, hè, creativiteit. En jullie zijn aan de slag gegaan. En jullie hebben spelletjes afgebeeld op verschillende manieren. En dat hebben jullie allemaal gedaan. En dat is wel fantastisch. Ik denk dat het eerste applausje nu eigenlijk voor jullie moet zijn. En dat moeten jullie zelf doen. Jullie hebben allemaal meegedaan. Ook alle leerkrachten. Jullie maken als springstok deel uit van een brede school, Jan van der Heijdenhuis. En net dat liedje over brand, dat is natuurlijk voor dit museum vreselijk leuk. Want ja, Van der Heijden, beroemde schilder geweest, maar ook de man die de brandspuit heeft uitgevonden. En de eerste brandweerman van de wereld, zou je kunnen zeggen. Over veiligheid gesproken, hebben jullie vastgesteld dat hiervoor hele serieuze beveiligers staan... He, opgeleid door onze eigen beveiligers daar. Yusuf bijvoorbeeld en Sarias. En Philip is de strengste, heb ik begrepen. Die staat echt strak op zijn post. Ze zijn allemaal heel streng. Je mocht er niet achter. Nou, geweldig. Jullie hebben het in elk geval nu al fantastisch gedaan. Direct gaat het lint doorgeknipt worden. En dat is het moment waarop jullie de mensen mogen doorlaten.